Jaren geleden kocht ik, ik wil niet zeggen de hele oplage, maar toch wel een aantal exemplaren van het boek van Amy Groskamp ten Haven. Dat was over Zo hoort het. Dat gaf ik aan mensen die zich onbehoorlijk gedroegen, tenminste naar mijn gevoel. En die gaf ik het boek en dan zei ik, hoop dat je daar wat van leert. En ik werkte toen in de tijd in een boekhandel en later kwam ik bij de tv in Bussum terecht. En daar waren ook mensen die geen manieren kenden en die gaf ik dat boek ook cadeau.